Meerdere parlementariërs hebben donderdag duidelijkheid van de regering gevraagd over de kwestie van bus- en boothouders die schoolkinderen en leerkrachten vervoeren. Het schoolvervoer is sinds maandag lamgelegd omdat de regering haar betalingsplicht niet is nagekomen. Vooral kinderen uit het binnenland en de districten ondervinden last van deze situatie. Kenneth Themen, voorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, heeft eerder benadrukt dat de vervoerders niet werken zolang de overheid niet heeft betaald. Onder meer Roselli Cotino, voorzitter van de vaste commissie onderwijs, ziet graag dat de regering een structurele oplossing vindt voor dit vraagstuk. De regering weten wanneer dit probleem met betrekking tot boot- en bushouders voorgoed achter de rug zal zijn. Voorzitter, want we kunnen dit niet elke keer weer hebben. Dat er elke keer een staking moet komen om weer eens een keer een onderbreking te hebben in het onderwijsproces. Ik vraag van de regering meer duidelijkheid hierop. Dank u. COBS regardeert het hele land. Want ambtenaren die afhankelijk zijn van Slansbus openbaar vervoer, die lijden ook eronder, mevrouw de voorzitter. We leven in bijna einde, tweede kwartaal, mevrouw de voorzitter. We willen weten, het is stil vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. We hebben nog niks van ze gehoord. We willen weten hoe ze denken deze achterstand in te lopen, mevrouw de voorzitter. Ik wil slechts benadrukken, voorzitter. Dit is de vierde dag dat het aan de gang is. Wanneer het onderwijsproces in Paramaribo normaal voortgang heeft, dan zijn het juist de leerlingen in de verre districten die het meest eronder lijden, voorzitter. Voorzitter, en ik praat niet eens over Nikeri of Brokopondi, ik praat over Wanika, over Saramaka, Para. Voorzitter, die kinderen komen wenen. De kinderen moeten onderwijs ontberen en ze willen graag naar school. Dus ik vraag dat er meer duidelijkheid komt en dat er beter gecommuniceerd wordt. Wat is het probleem precies? En we kijken allemaal uit naar een oplossing in deze, voorzitter. De waarnemend minister van Onderwijs, Patrick Pengel, legde uit dat de regering in onderhandeling is met de OBS. De bewindsman hoopt dat dit probleem snel wordt opgelost. Er is een onderhandeling geweest. De partijen zijn een tijdelijke verhoging overeengekomen van 25%. OBS had 40% verhoging gevraagd. 25% is ook goedgekeurd in de raad. Waarna wij dus met de administratieve verwerking van de maanden waarover TWK betaald moest worden, hebben we de administratieve verwerking gepleegd. En zijn de stukken door tussenkomst van de minister van Financiën en zijn goedkeuring budgettechnisch gestuurd naar de banken. De banken hebben intussen de betalingen gepleegd en het geld is dus op de rekening van de vervoerders. We zijn in continu overleg. Ik heb zo meteen wederom een gesprek met ten aanzien van het schoolvervoer, omdat dat mij natuurlijk het meeste interesseert. Om te kijken wanneer we deze actie zo snel als mogelijk kunnen opschorten. En we hopen dat dat eerder vandaag is dan morgen. Waarnemend minister van Onderwijs Patrick Pengel donderdag in de Nationale Assemblée. Hij sprak over de acties van de bus- en boothouders die sinds maandag gevoerd worden. Een poging van onze redactie de leiding van de OBS te spreken is tot nu toe niet gelukt.